waar is je bovenlip? Nou, wat dacht je van boven mijn onderlip en onder mijn neusgaten? Philip? Goed lul. Kelson Philip, dat is waarschijnlijk zo'n vieze man van 69 die zich aftrekt op foto's van jouw billen. Ja, maar dus niet op foto's van mijn bovenlip, Robin. Wat is dit nou weer? Een emotie van een sumo-worstelaar. Wat bedoel je daarmee, gekke Gijs? Dat je er waarschijnlijk heel goed uitziet in een kort boekje. Ja. Ja. Ja, nou. Ik ben er klaar mee. Het is tijd. Waarvoor? Ja, ik moet onder het mes. Wat? Of minstens onder de naald, nu dat het nog niet te laat is. Kels, doe normaal. Doe. Kels, doe even. Rust. Wacht. Godverdomme. 63% van de sporters overweegt een cosmetische ingreep. Ja, precies. Ja. Want als ik dan zo ga zitten, dan gaat het helemaal over mijn broek heen. Net een sumo-worstelaar. Ja, ja. Nou nog eventjes iets anders. Ik ben namelijk best wel een influencer, dus dan kan ik een sponpost maken. Ja. Oké. Okay. Nou ja, dan doen we dat niet. Dan betaal ik gewoon, ja. Nee, 99 problems, but Dooku's ain't one, hè. Ja, toch, ja. Ik moet even hangen, maar ik maak die foto's zo snel mogelijk en die stuur ik gewoon op dan. Ja, super thanks hoor, ja. Joejoe, ja, hetzelfde hoor. Perfecte timing, meiden. Jullie moeten even wat foto's van mij maken. Wat ben je aan het doen in aardesnaam? Nou, dit heupvet, dat laat ik liposukken, hè. En dat gaat in mijn reet voor wat meer volume. Dan laat ik mijn tieten nog even doen. Nose job, lipfillers en wat preventieve botox. Maar ja, dat spreekt voor zich. Preventieve? Ja, joh. Mijn oma, die is pas 97. Maar die heeft van die kraaienpootjes. En dat zit in de familie, hè. Dus dat moet ik echt voor ze. Weet je hoe duur dat is, lipfillers? Dan kan ik dus echt nooit betalen. Oh, hey! Hallo, oma duo. Wat? Super chill. Nou, nog maar 3 stufies. En ik heb een hele mond. Top! Jij nu ook al? Ja? Plastische chirurgie is zo besmettelijk. Wat? Ik wil niet herkend worden, ja? Pas als ik helemaal af ben. Oké, klaar. Meekomen. Allebei noodinterventie. Zo. Wat moet? Dat moet. 3, 2, 1. Mag ik me nu weer aankleden? Ja. Dit is de safe zone. Een ordeloze ruimte. Het krachthuis van de vrouwenvrienden. Wat? Wat? Nee, niks. Laat maar. Wat zien jullie? Je hebt leuke tieten. Ja. Die van mij doen maar een beetje... Nou, goed. Maar die van jou zijn echt heel leuk. Dankjewel. Ja. Ik ben er ook blij mee. Maar ja, die van jou zijn gewoon heel schattig. Weet je, die zeggen gewoon leuke hallo tegen elkaar. En dat vind ik leuk. Ja, ik heb een rare navel. Maar ik vind het helemaal niet erg. Jezus, echt. Indy, jij wil het hebben over je rare navel. Maar wat zijn die mini-dreads daar beneden? Hoe heb je dat gedaan, joh? Ja. En waarom? Mijn hoofdtooi communiceert met mijn voeftooi. Dat is mooi, toch? Nou, mooi. Kan je het noemen? Ja, zo zie je ook wat minder dat ik van die uitstekende flappen heb. Die heb ik ook gewoon hoor, maar bij mij zie je het niet omdat die grotere zo overheen hangen. Die van mij nog nooit echt bekeken, joh. Wat? Wat? Die van jou is echt perfectie. Nou. Als ik die van jou zou hebben, zou ik echt heel de dag op een spiegeltje zitten. Ja, mijn ex die noemde me altijd een soort van broodje beenham. Dus sindsdien kan ik niet meer tegen Bev, omdat ik altijd daaraan moet denken. Kutopmerking. Mannen zijn zo kut, hè? Maar echt. Ja. Je bent toch geen beenham? Je bent gewoon een vrouw. Ja, en je hebt recht op orale liefde. Nou, dat vind ik dus ook, hè? Je bent gewoon een prachtige vrouw, niet zo raar doen. Wel eens beter scheren. Ja. Ja, en ik heb een beetje puntheup, alsof ik een 4 heb of zo. Het is een beetje gek. Is het nou klaar? Ja. Jullie hele generatie gaat ten onder aan dit zelfbeeldgejank. Het gaat er niet om wat je ziet, het gaat er om wat je kan. En dat, dames, dat is heel erg veel. Aanschouw. Het lichaam van een zwangere vrouw. Dit is kracht. Ja, nou. Ja.
De ouderdom is echt een cadeau. Ik kan niet wachten met rijpen. Oh mijn god, zij is zo sterk. Ik wil ook zo'n buik. Ik wil ook baren. Ja, jongens, ik dacht dat mijn titel laag gingen, maar die van haar, die take the cake. Ik heb nog 10 goede jaren voor mij, hè. Daar moet ik echt gebruik van gaan maken. Wow, wat is er met jullie aan de hand? Jullie glanzen helemaal. Nudie intervention, een epiphany. Ik wil ook een Nudie epiphany. Tiffany? Oké. 3, 2... Ben je nou heel blij om die van mij te zien? Size doesn't matter, hè? Gaat erom wat je ermee doet. Zeg het iedereen. En op schaal is die van mij ongeveer even groot, hoor. Wat? Jullie ook al? Ongelooflijk. Nou, vooruit.